Het grote moment voor deze bejaarde mensen is aangebroken. En vol bewondering zien zij het Nijenjocht nu eindelijk ook in hun eigen woning. Ja, toen er geld te verdienen viel, was het een heel andere zaak. En dan kom je in die nieuwe vorm en dan worden dat volle weer in vakjes verdeeld. In Friesland waren het PEB, het Provinciaal Elektriciteitsbedrijf, dat waren opgericht in jongetje 16. We hingen er al jaren wel wat mee, want elk kreeg stroom en de prijs was bepaald door een bedrijf wat eens geen winstmeisje woe. Het PEB is in jongetje 94 oorgingen tot nu. En in Ingen wien we alle binnen kwijt. We zitten nu net meer met het nieuwe jacht, maar in een nieuwe tijd. Dit is Piekersiel tussen Drielts en Blauwhoes. Daar destijds nog de oude stroompjeltjes werd Friesland groot vol met steen had. Het staat er nog als monumentje. Om u te begeleiden bij het vertellen van die skiertnis en ik de teleurgang van het PEB. 'S Avonds, wanneer deze grote lichtbron achter de horizon schuil gaat, dan gaan vele handen naar schakelaar of wandcontactdoos en is er weer licht. Overal waar licht gewenst is, wordt met elektriciteit licht getoverd. Hier begon het in jongetje 16. Letter kwam de centrale midden in Ljouwert. Er werken een soort meisken in een heel plezierige sfeer. Hoe nemen wij dat ik er weer? PEB, Paken en Beppe? Laten we hier eens een keertje gaan nemen. Die centrale die draait op stookolie en steenkool. Skippen vol steenkool kwamen aan en waren lost. Die steenkool waren in de kachel vierd. En de kachel stierde weer in verbinding met de turbo die er stroom van maken. Een bedrijf dat constant in ontwikkeling weer. Ingenieur Oebele Wienstra die wie jarenlang directeur van het PEB. Hij is zijn opleiding gehad in onder andere Noorwegen, zit ik in de kernindustrie, maar kwam weerom naar Friesland, voor het PEB, voor u. Je doet het voor mensen, je doet het voor de maatschappij. Dat kwam heel sterk, vond ik wel, dat u trekt, doet we, maar die grijze netverzwaring. En ik ook weer een... Zuidwesthoek, lange meters kabel per aansluiting, eiland, moeilijke verbindingen. Maar goed, dat waren al jaren hoofdelijk omslijn. Dus alle tarieven gelijk, net meer verschillende op de eiland, dat wie zat toe kwam. Maar dat heb ik gelukkig gauw afgeschaft. Ja, tijds wie alles boppe groens. Letter kwam het meeste onder de groen. Het skeppen bleef dus gelijk. Maar we hadden in Friesland al een peerpjel. Dit is een stukje, ja, dit is nou uniek. Het is een monument. En dit oud hakje, hier heb ik een draaisprong, dat ziet er natuurlijk al mooi in. En nou heeft hij dit bovenroese net, hij heeft dat monument benoemd naar een gemaaltje, van een piek en een hissepoel. En nou, dat is natuurlijk hartstikke mooi voor de liefhebber. Dit is Hans van der Zee van Nijersiel. Opname, buurvrouw.
Zijn hele leven had er werken voor het PEB. Hij is krek met pensioen bij het NUON. Je klom de peil in. Je kon zien dat er drie stekken weer. Je klom de peil in? Ja, wij zelf hem heen, maar je vroeger ziet de Bob in die peil ik zeker ringen. En als die stekken weer, dan moest hij er omheen. Nou, daar gingen we klimskaatsen voor. Klimskaatsen? En dan, als ze daarop hingen, en dan komt die punt aan de onderkant erin, dan kon er nooit verglieden. Nee. En dan kan je wel rustig omheen klimmen. En dan doe je de gordel. Die doe je zomaar peel. Ja. Gewoon dan bloeien bij de peel. Hierom. Ja. Ja. Want als je achterhoe vallen, ja. Dan ben je enkel voor steken. Ja. Dus je moet er wel het kapje erbij horen. Ja. Nou, zo roen je dan omheen. Ja. Nou, maar dan deed je wel los. Nou, dan die er weer omheen. Nou, dan die wel los. En die er weer omheen. En zo staat die jongen omheen. Beweer en wind. En je kon rustig, dat is het voordeel dat je een houten peel zit, dan kan je de stroomtreden op je beet pakken. En daar viel je ook niks van. Maar je moet net twee beet pakken. Nee, want dan komt het net goed. Maar wat dienen ze daar eens bij het PEB al hier? We maken aansluitingen voor de woningen, voor bedrijven, voor verlochting. Wij gingen toen ik naar die tijd dat mensen verhuizen. Dat moest al hier opgenomen worden. Dus dat je vertrokken, moest er hier heen. Meterstand opnemen, eventueel afsluiten. En als er weer naar heen kwam, moest je er weer in de motor sluiten. Wie had ik bij Ustaak? Ustaak, wie ik, alle flatten in Snits moesten systematisch de lamp verwisseld worden naar schaffelbrandhoeren. Ja, die had ik bij de taak van u. Afsluiten. Nu zitten we het incassobureau voor. Maar ja, dat doen wij bij de doorlangs. En misschien wat we met je kwamen. Iedereen koet de ruchten, iedereen die bellen en die kreeg antwoord op de vraag. Keuren netjes, geen wachttien, die we dan zitten rollen. Maar het bedrijf op zichzelf stond hartstikke naar midden in Friesland. Het weer voor iedereen. En ik denk dat dat heel belangrijk was die tijd. Ik Cor Smit wie directeur van het PEB, technisch directeur. Hij kwam van Den Haag, letter van Hengelo. Hij kwam dus van Boeten, maar ontduts dat het PEB toch wat een speciaal bedrijf was. Nou, in de eerste plaats denk ik dat dat ook een beetje te maken heeft met de opvattingen van de Friezen. Als het gaat over een provinciale instelling. Het is van u. Het is van ons, ja. Ik denk dat met name ik kwam terug uit de districtsmeisken. Die vrij dicht bij de klanten staan. En altijd klaarstaan dat er storing weer hulp nodig weer. PEB staat met die Friesland. Met personeel zo ik ben in Friesland. Een mooi bedrijf met een efficiënte organisatie, met een relatief klein personeelsbestand en dat typeert die efficiency in de organisatie. Wiegel Spruts doet bij het 64-jarig bestaan van het PEB in Jonjinjinjord. Een cadeautje in, dames en heren, en het is op zichzelf heel gek dat het provinciaal bestuur het PEB een cadeau geeft. Waarom? Omdat het ons eigen bedrijf is. Het PEB is van de provincie. Ik heb die verhouding altijd als plezierig ervaren. Er werd wel kritiek natuurlijk en soms wel wat onterjocht, maar dat werd ik vaak terug onbegrip. Maar over het algemeen hebben wij hele goede verhoudingen met de steden gehad. En nooit problemen gehad over moeilijke dingen of zo. Dat doet mij hartstikke denken is dat zij dan precies dingen wat Jim zijn dat er gebeuren moest. Ik wil omdraaien natuurlijk. Op afstand is er dan nog een provinciaal bestuur, een college van DS, wat op gezette tijd natuurlijk ook zijn beslissingen nemen moet. Maar het is wel een beetje, dacht ik, altijd een ver van mijn bed show geweest. Jouke van der Zee wie altijd ambtenaar van energiezaken bij de provincie. Hij is nu steerlid van de Partij van de Arbeid. De provincie kreeg meen ik in die tijd 200.000 gulden per jaar. Uit de pot van het PEB, dat was dan het dividend. En dat kwamen alle heren waar dat braaf oer maken. En als er geen spul weer over de hege tarieven of zo, dat zou misschien ook wel een keer gebeurd zijn. Nou, dan roept dat alweer wel. Je maakt wel aan de zwarte kant van de cijfers, dat wel. Maar we hebben nooit naar je winst streven.
Maar om het feestelijk karakter van deze dag te onderstrepen, kan ik u met veel genoegen meedelen dat de tarieven voor groot en klein verbruikers met ingang van 1 mei jongstleden in ons voorzieningsgebied met 3% zijn verlaagd. Maar het was zaken niet net helemaal sporen. Allereerst, er wie een centraal in Ljouwert, maar die wie er liets en er moest naaien komen. Nou, dat smiert nogal wat discussie op. Er wie zelfs een protestsong van Doer de Veeman, Centrale. En Opendiek van Veen die hier een prachtig plan. Van Krevelen die wie al gauw zien man. De gemeente Rie die diegen kar. En nog hebben we een centrale ohne burgemen. Maar wij balen van die centrale. Nou is Quarton is helemaal bedoen. En nog zit je dat grote stroomfabriek. Een monster van beton geliek. Wij hienen dat ding net nedergaan. Want de stroom gaat dags naar Grangerland. Wij balen van die centrale. Nou is Quarton is helemaal bedoen. En het wetter is de vrouw, ze wies het zicht is rom en de mees is blied. Noost je dat ding hier grauw en grut en de strek dat er maar volle lietser wordt. Wij balen van die centrale, nou is Quarton is helemaal bedoen. En het wetter is ek vrij wat lei, de visken drouwen er maar wat bij. Een viskerman is samar kleer, want vangt er een vis dan is er al geer. Wij balen van die centrale. Nou is Quarton is helemaal bedoen. En vriest het winters o sa fel, worst op redens de Marisdel. Dan krullen sto al goute bek, want de burgemeester maar is Ingrid weg. Wij balen van die centrale. Nou is Quarton is helemaal bedoen. Helemaal bedoen, nou ja, wij balen van die centrale. Nou is Quarton is helemaal bedoen. Maar hoe reis je wij dat ding hier ooit weer kwiet? Waar had de lading dynamiet? Quatritjes drone en dan een vonken. En dan weer die sneeuwwinter in 1969. Ik ging met de auto maandagochtend naar Leeuwarden. En de sneeuwploeg was net over de weg gegaan. En aan beide kanten lagen, ja, laten we zeggen, bergen van 3-4 meter sneeuw. Waar ik niet bovenuit kon kijken. Ik dacht, ja, ik kom hier in de Noordpool. Die sneeuwstwarm die de transformatorhuisjes vol jagen, daar werden we inderdaad net op berekenen. We moesten even naar Blauw Huis. Nou, wat hier al gebeurt, je bent volgeren met 4 ruk. Nou, we vliegen dan richting Balzwart. En nou, daar ben je maar rondgekeerd. Wij zijn daar nooit geweest, want wie net er kwam. De tweede dag kwam er een chef naar me toe en die zei: ja, er is iets heel vervelends aan de hand. Wij kunnen het station bij Dokkum kunnen wij niet terugvinden. Diezelfde winter, zo goed dat ik het me nog herinner kan, hebben we het leger hier ook gehad. Toen gingen we met rupsvoertuigen door de provincie om dit soort hakjes om die te bevrijden van sneeuw. Die samenwerkende elektriciteitsproductiemaatschappijen, dames en heren, zitten midden in dat proces van herstructurering. Werkend aan een sterkere samenwerking, werkend aan een gezamenlijk beleid, werkend ook richting een meer dirigerende organisatie. Dat begon in 1990. Toen vierden we het weer fijn feest. We stonden hier bestaan van PEB. Maar dat toch iedereen zijn eigen partij moet kunnen meeblazen. Anders wordt het koekoek één zang en wordt de maat in Den Haag geslagen. Friesland had een fantastisch statuskip, de Friese O. En die mochten we dan voor dit soort toelichten en volgens een keer proeken. Dus in de zomer van 1991 hebben ze Brett VN, maar de directie van Pegem,
En dat leerde het besluit van om toch maar eens over de fusie te praten. Het wie ingewikkeld, hè? En we zien hem net met alles vermoeien. Simpel wij wie het zei, Grijns en Flevoland begonnen mijlkort te praten. En toen moesten Gelderland het PGEM en Friesland het PEB ik wel. En nog eerder als Grijns winnen zij kleer. In 2 jaar ontstie het nu om. Roeg wij 60% voor Gelderland en 23% voor Friesland on aandeelhouders. Maar het nu om wie in kwartetiet een heel oor bedrieuw als wat wij wend winnen van het PEB. Trouwens, ik als het PGEM. Nuon, dat moest wat nijs worden. Maar ik, hul wat oors, dat wie de gedachte. Ja, en opzettelijk. Ik bedoel, vergaand is dat afgebroken. Hoe bedoelt u opzettelijk? Het was een expliciet onderdeel van het beleid. Het was van tevoren niet bekend? Nee. Nou, je kan natuurlijk zeggen, het is, je had het kunnen verwachten, maar dan niet zozeer vanwege hoe dat traditioneel met fusies gaat, maar meer vanwege degene die het bepaalde. Hè? Ja, het werd al in volle straker. Hè? Wij zitten in zijn district en daar doen we alles. Henke, wat ik zie krijgen opnemen. Heel breed winnen wij bezig. En dan kom je in die nieuwe vorm. En dan worden dat volle meer in vakjes verdeeld. Die ene doen we aansluitingen door. Die zitten in de storingen. Al die vakjes. En op zichzelf werd het minder leuk. Het verschil in aanpak is dat de ene die doet dat omdat er toezicht op gehouden wordt. En de andere doet dat omdat iedereen stroom moet krijgen. Als wij bijvoorbeeld vroeger een oorstudietje maken en we weer een 2 uur kleer, dan hier we nou een stopwerk bij ons en dan pakken we nou wat oordinkjes mee. Nou ja, dat is er dan niet meer. Dat je in oorstudietjes zit je in oorstudietjes en als je dan 2 uur kleer bent, dan heb je eigenlijk net meer stopwerk. Dat is echt een proces wat hem in dat typisch in dat bureau zelf afspelen had. Hè? En ik denk dat ik te krijgen had, maar ja, de mensen die daar dus onder macht kwamen, om het zo maar te zeggen. Hè, die dus ook het oorsdingen als haar voorgangers. Zegt de provincie ervan, hè? Nou en dan. Vitesse moest zijn horen kampioen van Nederland werden, dus waar sponsoren hadden zo'n wij naartoe denken maaien. En dat soort dingen sloepen er wel meer in, ja. Ja, Jereveen profiteerde, daar doe ik wel wat van, maar goed. En toen kwam het eigenlijk voor het eerst bij het publiek, tot Nuon bij de voetbalclub Vitesse in de zwerigheden kwam. Ontstoffing, dat is zelfs een hoofdparagraaf in dit boek. Ja. Ja. Lak aan conventies, ja, dat is wel een ding. Die relatie met Vitesse die wil aangaan als PGM, hè, dus daar lagen al contracten. En ja, daar kon je wel tegen protesteren, maar echt helpen die dat niet. Nou ja, en ze barren er nog heel wat, maar duidelijk wie je enkel dat nu onhult iets verder voortkwam te steken van de meesten die het wendwien dat het PHB haar ten zeerste en dichtbij stiet. Het waren heel oorbedrieuw. PJB wil er nu joh. En al die hegere banen, die doen ik voor. Je vieren die onderhandelingen, dan komt het nu onder in 4 jaar en dan ben je er al niet meer bij. Ja, klopt. Doet dat zeer? Ja en nee. Ik heb nog wel graag die fusie met mijn maatje wel tot eind 93. Maar goed, dat ging dus net terug. Dat ging in stappen, hè. En de laatste stap was dat ze mij niet meer nodig hadden. Neem je dat de politiek in Friesland kwalijk? Dat je het eigen bedrijf goed leren mocht, maar net oerstappen kon? Ja, dat we
net plezierig, net als hij zei. Maar aan de andere kant, zei ik het weer een politiek besluit. En in dit geval vond ik het vrij bizar. Dus net dat ik hem laken, maar ik trek de schouders op, Harry. Ja. En lekker naar Noorwegen. Ja, want je had er nooit in de publiciteit hoe praat doen. Nee, nee, nee. Het hier wel kennen. Ja, maar... Ja. Maar dat doe je net, vind ik. Nee, had jij een kans gekocht worden, hè? Nee, wat helpt dat? Ik bedoel, dan... ja, keep a stiff upper lip. Het is het risico, ik natuurlijk. Dat heb ik me altijd realiseerd, dat je... in een politiek eigen bedrijf stappen, dat je afhankelijk binnen van die politiek. De Bloedik Marine Vraaghoer. Hoe hier het misschien beter kennen? Ik wil altijd een voorstander van een provinciaal nutsbedrijf. Maar dan elektriciteit, water, gas, waterzuivering als zinhingen van het water, eventueel afval. En ik denk dat dat een, zeg maar naar Zeeland, naar Delta, dat hier denk ik een heel mooi inbeheernutsbedrijf is. Dat hier wel echt Fries was. Ja, ja, ja. Maar het probleem weer dat wij als provinciaal bedrijf ergens bij een gemeentelijk bedrijf kwamen, dan waren we gewoon waarlaken eigenlijk. Dus de sanctieinstelling in Friesland heb je altijd verbaasd. Tussen de gemeenten en de provincie, al eerst wat de bedrijven betrof. En wat je nou zorgt is dat Friesland via Edon nog bij Essent in het zuiden zit. Het gasbedrijf van Dokkum in Rotterdam bij Eneco. Het is finaal versplinterd. Jo weet er nog wat zit, wij net. Is... Daarom vertel ik nou. Ja, ja. Maar dus dat is eigenlijk je geruste teleurstelling, dat er nooit kan. Ja. Ja, ja. Dat vind ik heel jammer eigenlijk. Er weer een kans geweest om dan een onafhankelijk of onafhankelijk, maar dan in elk geval een echt nutsbedeel te hebben. Dus je ziet dat de onderlinge verschillen in Friesland zo groot waren, dat wat voor de meesten het beste weer, dat detro er net kwam. Ja, ja. Dit is het hart van de centrale, de zogenaamde schakelwacht, waar de stroom wordt gedistribueerd voor de gehele provincie.